Ik kreeg de mededeling dat ik het op mocht halen als ik er zelf een plek voor kon vinden. En ik heb besloten dat ik het dan maar in mijn tuin zou zetten. Het kunstwerk van buurtpoes Priet is weer terug. Het staat niet op de oude plek, maar in de tuin van baasje Saskia bij de helper Wessingel. Afgelopen oktober werd de oude rioolbuis door de gemeente verwijderd om ruimte te maken voor vergroening. Baasje Saskia ging niet bij de pakken neerzitten en heeft regelmatig de gemeente benaderd. Afgelopen vrijdag kon ze het kunstwerk op laten halen bij het gemeentedepot aan de Duinkerkenstraat. Daar staat ze weer. Ja, fijn. Ja, heel fijn. Heel goed dat ze weer terug is. Hoe lang heeft het geduurd dat Priet weer terug is? Priet is in oktober zonder aankondiging verwijderd van de oorspronkelijke plek waar de rioolbuis heeft gestaan. En heeft tot vorige week in het depot gelegen aan de Roaanstraat van de gemeente Groningen. Ik ben op zoek gegaan. Ik denk, ja, dan moet ik het toch kunnen vinden. Het is geen klein ding. En uiteindelijk heb ik het gevonden, keurig op twee pallets, netjes door de gemeente gestald. En toen lag Spriet bij mij op de oprit. Ja. En dan besef je meteen ook dat het een enorm gevaarte is. En dat het 1,5 ton weegt, ja, dat zet je niet zomaar even in je tuin. En voor die klus kwamen de werkzaamheden in Saskiastraat op het goede moment. Het hele gebied wordt gesaneerd met gasleidingen. Dus heel veel werklui en materieel aanwezig. En er kwam een zandtransporteur. En die zei, nou, dat kan ik wel even voor jou in de grond zetten. Het gat is al gegraven, dus een kleine moeite. Ja, dus hier zie je dat ze met groot materieel op de plek is gezet. En daar ben ik deze chauffeur en deze medewerkers ontzettend dankbaar voor. Ja, het is een beetje zonde van het hek wat ervoor zit. Maar ik heb wel, als mensen nu van het fietspad afkomen, dan zien ze er meteen. En dat was ook precies wat Spriet op dit pleintje deed. Spriet was hier aanwezig. En dat is ze nu weer. Dit weekend ben ik op verschillende momenten teruggekomen en voelt het gewoon goed. Spriet is weer thuis en dat is waar ze hoort, hier aan het pleintje.